Gordon is de reddende engel van Bram Moskowitz. Onno Hoes komt opnieuw in de problemen. Estelle Cruijff is verliefd op Camille Eurlings. En Duitse Kroes straalt op de catwalk. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week. Bram Moskowitz heeft het moeilijk. Hij zit zonder werk, zonder geld en zonder steun thuis. Tot overmaat van ramp zouden zijn spullen worden geveld om openstaande rekeningen af te betalen. Gelukkig schoot Gordon te hulp met 15.000 euro. Niet omdat ze vrienden zijn, maar volgens Bram omdat Gordon een goed hart heeft. Onno Hoes is opnieuw in opspraak geraakt door zijn liefdesleven. Eerst werd hij zoenend vastgelegd met Minna Ruud en later verschenen halfnaakte foto's van datingapp Grindr. Nu is het weer mis. Hoes zijn nieuwe vriendje knalde hun WhatsApp-gesprekken online en filmde enkele dates voor Po-nieuws waarin hij negatief praat over de gemeenteraad. Of dit gevolgen voor zijn carrière gaat hebben, is nog niet bekend. Estelle Cruijff heeft een nieuwe vlam. Voormalig topman bij KLM, Camille Eurlings. Althans, dat schrijft Story. Eigenlijk wilde ze het rustig aandoen na de heftige relatie met Badr Hari en scheiding van Ruud Gullit. Maar Estelle is toch gevallen voor Camille. Ze zouden elkaar hebben leren kennen via een gezamenlijke kennis. Papa Cruijff heeft de nieuwe schoonzoon al goedgekeurd. Deze week was het eindelijk zover. De meest sexy show van het jaar. Met natuurlijk Hollands trots Duitse Kroes. Aan niets viel te zien dat het Nederlands topmodel 5 maanden eerder nog zwanger was van dochter Milena. Het geheim volgens Duitsen? Het geven van borstvoeding.